Hoi, en wat super leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe weekvlog. Het is vandaag maandag, het is 11:15 en ik heb me net helemaal opgemaakt. Ik heb me omgekleed, maar ik ga vandaag voor jullie weer een nieuwe weekvlog beginnen. Ik ben nu druk bezig met een plan van aanpak voor mijn nieuw project, want dat moeten we binnenkort ook inleveren. Dus ja, daar ben ik nu mee bezig. Heb je zin in deze weekvlog? Doe dan alvast even een duimpje omhoog. Vergeet je niet te abonneren hier beneden op mijn kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. En volg me even op Instagram, mijn gebruikersnaam is gewoon Esme Geel. En dan gaan we beginnen met deze weekvlog. Oké, ik heb net een pakketje binnengekregen. En dat had ik nodig voor het opnemen van een video. Want ik ga namelijk mijn wenkbrauwen en wimpers verven. Ik ben echt benieuwd. Dus die video ga ik nu opnemen. Het is nu 1 uur. Ik ga denk ik eerst nog even wat eten. Het is al even iets later. Ik heb net even de tafel gedekt, want we gaan zo avond eten. Ik heb net de hele tijd een video opgenomen over mijn wimpers en wenkbrauwen. Ik heb nu helemaal geen make-up op en het is echt best wel goed gelukt. Mijn huid is alleen echt mega onrustig. Dus ik ga nog even wachten met die skincare routine, want ik wil misschien wat nieuwe dingetjes gaan bestellen. Maar we gaan straks lekker nasi eten, dus daar heb ik echt heel erg veel zin in. En ik ga vanavond lekker in bed allemaal video's kijken op YouTube. Hey guys, het is vandaag dinsdag en het is 11:45. Ik heb net hierachter even een foto gemaakt voor Insta. Dat is deze geworden. Ik moest namelijk deze schoen op de foto zetten. Ik ben nu bezig met school en ik ben ook begonnen aan een nieuwe serie, de 12 van Oldenheim. Ik had natuurlijk de 12 van Schouwdam al gekeken, maar dit was volgens mij een eerdere versie. Maar ik moet nu echt druk aan school, want ik moet morgen een ontwerppresentatie doen. En ik moet nog echt heel erg veel doen. Dus daar ga ik nu even mee aan de slag en dan zie ik jullie daarna weer. Oké, ik heb net even aan school gewerkt en er is net een pakketje binnengekomen van John Berend. Ik heb hier nog nooit besteld, dus ik was eigenlijk wel benieuwd. Ik wilde namelijk Olaplex proberen. Olaplex gebruiken ze bij de kappers en dit is dus echt heel erg goed voor je haar. Ik heb de nummer 3. Alleen het is dus best wel duur, want ik heb voor 100 ml dus €25 betaald. Ze hadden wel 20% korting volgens mij. Oké, dus dit ga ik binnenkort even testen of het echt zo goed is. En ik had voor €2, ik dacht dat het wel iets meer zou zijn, maar dit besteld. Dit was de... Want ik had €30 nodig voor gratis verzending. En dit was dus €2. En dat maakte mijn bestelling boven de €30. Dit is de Bio Silk Therapy. Nog iets. En dan had ik nog iets besteld. Dat is best wel veel. Dit is namelijk de Vanola No Yellow Shampoo. Ik heb natuurlijk die andere droog shampoo. Zilver shampoo. Maar die vind ik echt te duur. Die is van Milkshake. Die kost iets van €17 of zo. En deze kost maar €7. Oké, mijn camera viel uit omdat die vol was. Maar ja, deze is dus echt veel goedkoper. Dus deze ga ik binnenkort ook testen. Als die andere op is. Oh, deze. Ja, ruikt op zich ook wel lekker. Maar die van Milkshake ruikt echt zo bizar lekker. Dat ruikt gewoon echt naar snoepjes. Dus dat heb ik besteld bij John Berends. En nu ga ik weer verder met school. Oké, het is wel even iets later. Het is nu 8:10 en ik ga douchen. Nou, dan ga ik lekker in mijn bedserie kijken. Er is net een nieuwe conferentie geweest en alles moet dicht blijven tot 28 april. Ik heb een nieuwe tandenborstel. Ik ben er echt vet blij mee. Dus deze ga ik straks ook even gebruiken. Maar ja, ik ga nu lekker douchen en dan ga ik de 12 van Oldenheim kijken. Had ik dat al verteld? Wat ik trouwens ook nog ga doen, ik ga dus die Olaplex vanavond in mijn haar doen. En dan ga ik er gewoon mee slapen met een knot of zo. In de hoop dat het werkt. Dus ik ben heel benieuwd. Het is vandaag woensdag 1 april. En ik heb net even gedoucht. Want ik had natuurlijk die Olaplex vannacht in mijn haar gedaan. En ik heb het net even uitgespoeld. En ik heb mijn haar gewassen. En je moet er daarna ook echt veel conditioner in brengen. Of in doen. Ik weet niet of ik er nu al iets over kan zeggen. Want je moet het natuurlijk een paar keer gebruiken. Voordat je echt resultaat ziet. Maar op een of andere manier... voelt het wel wat steviger of zo. Ik ben vanochtend bezig geweest met mijn ontwerppresentatie. Daar heb ik ook al feedback op gekregen. Dus ja, daar ga ik straks even mee verder werken. En vanavond ga ik naar Wes. Ga ik daar eten en die moeder gaat even mijn haar knippen. Ik heb niet echt dode punten of zo. Maar de laatste keer dat ik echt... Nou ja, toen ik naar de kapper ging, toen heb ik het niet laten knippen. Toen heb ik het alleen laten verven. Dus de laatste keer dat ik mijn haar heb geknipt, dat is echt al heel erg lang geleden.
knip het soms zelf wel, maar dan is het nooit echt recht. Dus die moeder van West, die was vroeger kapper. Dus die gaat het even knippen. Ik zie dat ik hier echt één vlek op mijn wang heb. Oké, het is niet heel veel later, maar ik ben even bezig op mijn laptop nu. Maar mijn kanaal die wordt dus omgezet, omdat ik eerst bij management zat. En dat zit ik nu dus niet meer. Ik ga nu alles zelf doen. Ik weet niet of het goed is hoor. Ik krijg er een beetje stress van. Oké, ik zat net vrolijk op mijn les te wachten en die ging uiteindelijk niet meer door. Maar er is wel een pakketje binnengekomen van Colorful Rebel. En zij hadden mij benaderd via een mail. Echt super leuk. En ik vind het ook echt een heel erg leuk merk. Dus dat is leuk. Er zit een kaartje bij en ze hebben drie dingen opgestuurd. Ik zal het wel even laten zien. Oké, het is eigenlijk voor Instagram, maar ik dacht ja, het is gewoon leuk om pakketjes te laten zien in de vlog. Ik heb allereerst dit jurkje. Er zit ook zo'n lurex draadje doorheen. Ik weet niet of je het kunt zien. Echt heel mooi met gouden details. Ik had hem alleen iets witter verwacht. Ik kijk nu ook even naar die foto. Ik vind het altijd zo zonde dat heel veel bedrijven zoveel plastic gebruiken. Maar ja, in ieder geval. Dit super schattige topje. Ze hadden hier ook een rokje van. De kwaliteit voelt wel echt heel goed. Oké, dit is het laatste en derde item. Dit is denk ik mijn favoriet. Dit is een jurkje, die heb ik ook in een S. Met super schattige citroentjes erop. Dit is echt zo leuk. Hij heeft zo hier een getailleerd dingetje. En hij heeft hier van die ruffeltjes. Maar daar ben ik super blij mee. Dus bedankt, Colorful Rebel. Oké, guys, zoals je kon zien heb ik net de was opgevouwen en ik sta op het punt om naar West te gaan. Maar er kwam nog echt een superleuk pakketje binnen die ik aan jullie wilde laten zien. Want ik heb namelijk nieuwe schoenen van Zero Nine. Zoals jullie misschien wel weten ben ik dol op Zero Nine, want dit is al mijn derde paar sneakers van hun. Dus ik ga ze snel aan jullie laten zien. En blijf zeker even kijken, want ik heb ook nog een superleuke winactie voor jullie. Dit is hoe de doos eruit ziet als je hem opent. Er zit altijd een extra paar veters in, een dustbag. En dan hier de sneakers. Dit zijn degenen die ik deze keer heb uitgekozen. Echt zo leuk. Dit zijn de Fort D921. En deze hebben dus zo'n zwart detail met hier beige. En ja, ik hou echt van dit model en daarom heb ik er dus ook al drie van. Wat we nu voornamelijk thuis zitten, is dit echt het uitgelezen moment om je schoenen of je sneakers schoon te maken. Dus ik heb ook een essential kit ontvangen met allemaal items hierin. Er zitten ook van die houten sneakerspanners bij. En dit zat er ook nog bij. En dit is een opbergbox voor je sneakers. Dus ik ga het even openmaken. Ik heb de stashbox in elkaar gezet en dit is hem. Het is dus een acrylen schoenendoos waar je je schoenen dus echt heel erg mooi in kunt zetten. En zoals ik dus net al zei, heb ik een superleuke winactie voor jullie. Echt mega leuk. Want eigenlijk alles wat hier ligt, kunnen jullie ook winnen. Op de schoenen na, want die zijn eigenlijk helemaal naar keuze als je wint. Super vet. Maar ja, je kunt dus de Sneaker Essentials set winnen. Deze spanners, deze stashbox. En dus ook een paar sneakers naar keuze. Super vet. En hetgene wat je allemaal moet doen om mee te doen met deze superleuke winactie, is even in de comments van deze video achterlaten wat je nu allemaal thuis aan het doen bent. Nu je eigenlijk ja, in quarantaine zit. Volg mij en Zero Nine even op Instagram. Ik zal de linkjes van onze Instagram accounts even in de beschrijving van deze video zetten. Ik zal eigenlijk alle spelregels nog wel even hierin zetten, zodat je het kunt nalezen. Abonneer je natuurlijk even op mijn kanaal en like even de foto op Instagram, want ik heb hier ook een foto over geplaatst. En ja, dat is eigenlijk alles wat je moet doen om mee te doen met deze winactie. Als je nog meer kans wil maken, dan kun je even naar de Instagram van Mario Brouwer gaan, want hij heeft ook een winactie met al deze dingen gepost. Dus dan kun je eigenlijk dubbel meedoen, dus dan heb je wat meer kans. Je kunt meedoen tot 13 april, tot 4 uur 's middags. En om 5 uur 's middags maakt Zero Nine de winnaars bekend. Het zijn er dus twee, eentje op mijn kanaal en eentje op die van Mario. Dus als je hem bij allebei meedoet, heb je iets meer kans. Superleuk, ik hoop dat jullie allemaal mee gaan doen en dan gaan we weer verder met de vlog. Vandaag donderdag 2 april, het is 2:15. En mijn moeder en ik die hebben het bruis helemaal geblazen met de blower. En we hebben hem nog even geborsteld en geknipt. En ik ben eigenlijk de hele ochtend in de weer geweest met mijn YouTube kanaal. Als je me volgt op Instagram heb je het waarschijnlijk wel voorbij zien komen. Maar mijn kanaal die moet opnieuw worden beoordeeld. En dat kan dus 30 dagen duren. En tot die tijd kan ik dus, ja, ik kan wel uploaden, maar dan
ja, loop ik dus allemaal inkomsten mis. Dus dat lijkt me niet echt een goed idee. Heel irritant, kijk. Hij staat hier op in behandeling. En ik kreeg al best wel veel berichtjes van mede-YouTubers dat het echt niet 30 dagen duurt. Maar ja, ik denk met deze situatie dat het misschien wel iets langer kan duren. Niet langer dan 30 dagen, maar bij sommigen duurt het maar 3 dagen of zo. Ik hoop het niet, want ik wil gewoon video's plaatsen. Dus ja, daar wou ik een beetje van. En daar ben ik eigenlijk ook de hele ochtend mee bezig geweest. Ik ga nu weer aan school, want ik heb feedback gekregen en die moet ik nog steeds verwerken. Dus dat ga ik nu maar even doen. Zoals je net kon zien hebben Jo en ik chocolade aardbeidjes gemaakt. Het was wel lekker. Alleen die chocolade harde zeg maar niet uit. Maar het was wel echt heel erg lekker. Ik ben nu even de vlog aan het bewerken. Ik vind hem echt leuk geworden. Alleen ja, zoals ik dus vanmorgen al zei. Ik kan niet echt video's uploaden. Want dan heb ik er niet echt iets aan. Want ja, dan verdien ik er gewoon niks aan. Op zich is dat niet het ergste. Maar ja, ik kan niet een maand geen inkomsten krijgen. Want dit is zeg maar wel mijn werk. Ja, ik hoop echt dat het snel voorbij is. Ik had trouwens, ik weet niet of dat in deze vlog was, maar ik had dit dus bij John Berens besteld. Dit is de Bio Silk Silk Therapy en dit is dus een soort van olie en dit is zo chill. Ik heb het in de punt van mijn haar gedaan en het ruikt zo bizar lekker. Ik denk dat ik hier een grote fles van ga bestellen. Wat ik trouwens helemaal vergeten ben te zeggen en te laten zien, is dat de moeder van Wes gisteren mijn haar nog heeft geknipt. Er is niet super veel af of zo, alleen de puntjes. Ik weet niet of je het kunt zien. En ze heeft mijn voorste plukjes iets korter gedaan. Het is nu 8:30 en ik ga lekker douchen. En ik heb nieuwe verzorgingsproducten gekocht van Garnier. Ik wil even wat nieuws proberen. Want zoals ik dus al zei, ik heb echt een slechte huid. Maar ja, deze ga ik dus testen. En ik heb ook een nieuwe foundation besteld. Dat zijn deze. Ik zag deze in Leonieder vlog. En toen vroeg ik aan haar, welke kleur heb jij? En toen had zij Natural Ivory. En ik heb ook een Teen Ivory besteld. Want ik wist niet zo goed welke kleur goed zou zijn. Ik heb nu een mix van beide op. En deze is echt perfect. Dus die had ik ook nog gekocht trouwens. Maar nu ga ik lekker douchen. En dan zie ik jullie morgen weer. Het is vandaag vrijdag 3 april. Het is 3:50. En ik heb net een video opgenomen. En het ging niet zoals gepland. Want ik had dus mijn scherm opgenomen van mijn laptop. Want ik ging oude video's terugkijken. En hij had dat hele scherm niet opgenomen. Dus daar werd ik een beetje chagrijnig van. Dus ik moest alles weer opnieuw doen. Maar die video ga ik wel gewoon plaatsen ondanks mijn kanaal die beoordeeld wordt. Ik hoop echt dat het snel voorbij is. Ja, dat dus. Ik heb mijn haar anders gedaan. Ik vind het echt heel leuk. Ik ga het echt vaker zo doen. Alleen, ik heb altijd hier aan de achterkant zo'n bommel zitten. Ik probeer het al met haarlak een beetje plat te drukken. Maar is niet echt gelukt. Maar ik vind het wel echt schattig. Ik heb dus iets gedownload. Waarvan ik dacht dat ik het nooit zou downloaden. Eén keer raden wat het is. TikTok. Ik heb TikTok gedownload. En ik ga er nu eentje maken. En ik kan het voor gaan weten waarschijnlijk. Je moet toch geluid horen? Oh. Het gaat helemaal fout. Nou, ik snap er niks van. Ik kan het even niet. Het is vandaag zaterdag 4 april en ik ben al een tijdje wakker. Ik heb net mijn make-up gedaan en ik heb me omgekleed. Ik heb een topje aan van Naked en ik heb een ripbroek aan van Living In. Op een of andere manier wordt mijn haar echt niet vet. En dat is echt bijzonder. En ik denk misschien dat het wel door die Olaplex komt of zo. Dinsdag heb ik die Olaplex gebruikt en tot nu heb ik mijn haar nog niet gewassen. Ik ben nog steeds in de weer met mijn YouTube kanaal. Ik ben de hele tijd aan het afwachten. Het is heel irritant. Ik wil gewoon toegelaten worden. Ik ben nog steeds in behandeling. Ik wil gewoon video's uploaden. Vooral nu. Want nu verveel ik mezelf ook. En kijk ik ook het liefst heel veel video's. Ik kan me uploaden. Maar ja, dan heb ik er niet echt iets aan. Vanmiddag of vanavond komt Wes. Dus daar heb ik ook heel erg veel zin in. En ik ga vandaag nog even aan school werken denk ik. Want ik moet echt veel doen. Oké, wij gaan nu boodschappen doen. Lekker eten!
Het is vandaag zondag. Is nu 10:55. En wij hebben, of nee, Jo en ik, die hebben straks bij onze oma afgesproken. Gaan we even wandelen. En ik heb nu dit aan. Ik heb een blouse aan van Naked. Witte broek. En dan heb ik mijn nieuwe schoenen aan. Let niet op de troep. Het is inmiddels 7:55 en ik lig in mijn bed. Ik ben 2 dagen geleden begonnen aan La Casa en ik ga vanavond de laatste aflevering kijken. Dus ik heb hem lekker gebingewatched. La Casa de Papel is echt by far de beste serie die ik tot nu toe heb gekeken, denk ik. Maar ja, ik heb vandaag niet zoveel gefilmd. Ik heb lekker in de tuin gelegen, want het was echt super lekker weer. En in de ochtend hadden we met onze oma gewandeld. dat was wel heel erg grappig, want we liepen echt zo in een treintje zo door het bos. Wel met 1,5 meter afstand natuurlijk. Maar ja, daar heb ik eigenlijk alleen maar in de tuin gechilled. En toen ben ik La Casa gaan kijken. En ja, nu is het al 7:30. Ik heb trouwens wel net gegeten. Maar ik heb gisteravond voor de 2e keer die Olaplex in mijn haar gedaan. Mijn haar is zo zacht. Dat is niet normaal. En het voelt ook wel echt wat dikker. Het is nu een beetje te slap om er iets mee te doen. Dat heb ik altijd nadat ik het heb gewassen. Maar ik denk echt wel dat ik verschil merk. Ik vind het echt heel erg fijn. Maar daar zou ik jullie vast wel over op de hoogte brengen als ik het wat vaker heb gebruikt. Ik heb het nu in ieder geval 2 keer gebruikt. En ik merk nu al best wel verschil. Ja, ik hoop dat jullie deze week vlog leuk vonden. Ik hou jullie natuurlijk op de hoogte over mijn YouTube kanaal. Want hij staat nog steeds in behandeling. Super stom. Maar deze video ga ik wel gewoon online zetten. Omdat ik gewoon, ja, jullie wel een week vlog wil geven, zeg maar. Dus, ja, ik heb ook nog een aantal andere video's gepland. Maar die zou ik dan weer online zetten als ik ben beoordeeld. Ik kan het wel een beetje vergelijken dat als je nu hard gaat werken aan iets, dat je er helemaal niks aan overhoudt. Zoals bijvoorbeeld werken voor een baas. En dat je dan niet betaald krijgt. Want ik krijg nu natuurlijk niet betaald over mijn video's. Het kan zijn dat er wel een advertentie over deze video staat. Maar dat gaat niet naar mij. Met YouTube video's verdien ik sowieso niet echt heel erg veel. Maar het is natuurlijk wel zonde. Want er zit wel werk in. En hetgene wat ik verdien, dat... Oeh, ben ik nou een beetje rood? Volgens mij ben ik een beetje verbrand in de zon. Ondanks dat die inkomsten van YouTube niet heel erg hoog zijn, is het wel zonde. Want wat ik verdien, ja, dat is nu, vooral in deze tijd, is dat wel zonde als ik dat dan misloop. Maar ja, ik hoop natuurlijk dat jullie deze week vlog leuk vonden om te zien. Vond je het leuk? Doe nog even een duimpje omhoog. Vergeet je niet te abonneren hier beneden op mijn kanaal als je het nog niet hebt gedaan. En dan wil ik je heel erg graag bedanken voor het kijken naar deze video. En dan zie ik jullie bij de volgende weer. Doei!